Ja, Sas Boosma, we waren hier begin van het jaar, waren we hier een keer. Hoe zijn de vorderingen? Nou, we zijn alweer een heel stuk verder met de bouw van het schip. Eigenlijk gaat het geweldig. Het is hartverwarmend, maar vandaag zijn we hier met een open dag om te kijken of we toch nog weer wat handjes kunnen organiseren. Want er moet nog, toch nog heel veel gebeuren om volgend jaar in de vaart te gaan. Waarschijnlijk lijkt het heel prachtig en het is ook prachtig, maar onder dek is er nog een hele hoop techniek waar nog aan gesleuteld moet worden. Maar we zijn sinds januari alweer sprongen vooruit gegaan. Ik zag net al even bij de ingang, je bent nog verschillende mensen nodig. Ja, ja, we zijn zeker op het gebied van timmerwerk, installatietechniek, mensen nodig. Er komt zometeen centrale verwarming in. De waterleidingen moeten allemaal nog aangesloten worden. Er is een heleboel gebeurd. De badkamers zijn allemaal al voorbereid. Maar de finishing touch, aansluiten, vuil, schoonwater, tanks, allemaal soort leidingwerk moet allemaal nog gemaakt worden. Schilderen, we liggen nou weer dat we buiten weer wat kunnen doen. Maar ook moet er nog een hoop geschilderd worden voordat het spul draait. Voordat het mooi uitziet en we kunnen draaien, laat ik het zo zeggen. Als je terugkijkt, hoe vind je dat het gegaan is tot nu toe? Ja, het is een project waar we natuurlijk al een aantal jaren mee bezig zijn. En we zijn in februari 2015 begonnen met werken hier. En met 1-2 mensen. En dat breidde zich uit. En er zijn er weer een paar die hebben gelukkig weer werk. Omdat ze hier ook weer, laat ik zeggen, uit een dip gekomen zijn. Uit de werkloosheid hier weer wat mee hebben kunnen doen. En weer gemotiveerd zijn om weer aan het werk te gaan. De economie is ook aangetrokken, dus we hebben er een paar moeten missen gelijk. Goede krachten, dat heb je er ook. Dus de oude knorren zijn eigenlijk wel degene waar het hoofdzakelijk op draait. Maar dat is ook prima, want die hebben heel veel vakkennis en zijn vaak ook niet te beroerd om van alles aan te pakken. Dus er is een leuke ploeg mensen, een aantal dagen in de week. Maar ja, er kan nog wel wat bij, willen we het echt gaan redden zometeen. Ja. En wat is ooit jouw insteek geweest om hier met zo'n schip te beginnen? Ja, ik heb zelf vanuit het binnenvaartbedrijf wat ik had me in laten huren op een passagiersscheepje waar allemaal mensen met een verstandelijke beperking een heerlijke vakantie op hadden. Ik heb gezien hoe fijn het was voor die mensen. Ik genoot er zelf ook van om ze naast me te hebben in de stuurhut en ze te laten zien hoe mooi het op het water is. De begeleiders vonden het geweldig dat die mensen zo ontspanden en zich heel anders gedroegen als ze gewend waren in de instellingen. Dus toen ik mijn kans schoon zag om dat met mensen op poten te gaan zetten, toen hebben we het aangegrepen. En nou, goed, je hoopt dus over een jaar dat je gewoon vaart. Ja, ja dat is nou wel het uitgangspunt. We hebben al eerder geroepen dat we het volgend jaar zouden gaan varen. Nou, achteraf bleek dat toch een beetje niet te hoog gegrepen. Maar ja, het is helemaal erg van mensen afhankelijk en van de centjes die binnenrollen, materialen. Die we zo hier en daar links en rechts wegscharrelen. We hebben vorig jaar, begin dit jaar, een keertje de bioscoop in Zwolle gehad. De IJsseland Rally. Het Oranje Fonds wat ineens mee ging doen vorig jaar. Ja, dan komt er gewoon even een klap geld binnen. Waardoor we allerlei goede spullen hebben kunnen aanschaffen. Maar arbeidsloon, het erin maken, blijft altijd het probleem. En we zijn er ook nog niet, ook qua geld niet. Maar het schiet lekker op. Ik heb goede moed dat het... Dat gaat wel goed komt. Nou, de handjes er nog bij. Succes het komende jaar en we hopen dat je volgend jaar gewoon vaart en we zeker mee kunnen. Ja, natuurlijk. Dan hoop ik dat ik jou ook weer zie hier. En dat je de vreugde van niet alleen van mij, maar iedereen kan zien die het klaar heeft, meehelpen, klaarmaken. En het schip in de vaart gaat.